Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben mega excited, want ik zag op de website van de DM, ik ben trouwens heel erg verkouden nog, als het goed is heb je dat al in eerdere video's gezien. Maar ik zag op de website van de DM dat Nivea een nieuwe foundation uit heeft gebracht. Een echte foundation, normaal was dat van die verzorgende getinte dagcremes en zo, maar dit is echt een foundation. En ik was al heel erg benieuwd naar uit die cellulaire lijn van Nivea. Die hebben dus een lijn met allerlei producten waar dus heel veel hyaluronzuur en niacinamide zitten, geloof ik ook in die cellulaire beauty lijn. Hij heet ook Hyaluron Cellulaire Filler, dus ik neem aan dat er ook hyaluronzuur in zit. Vooralsnog is hij alleen nog maar in Duitsland te koop, daar kost hij 9,95, maar ik heb gewoon heel veel zin om dit gewoon met je te gaan testen. Dit is trouwens de verpakking. Ik heb hem weer onder open gemaakt in plaats van boven. That's me. maar ik heb gewoon heel veel zin om hem lekker met je te gaan testen. Er zijn 3 kleuren. Ik heb de lichtste kleur, de kleur 01 Hell. Vind ik altijd zo akelig klinken. Kan er niks aan doen. En dan heb je nog de kleur Mittel en de kleur Donker. Geen idee hoe je dat op zijn Duits zegt. Maar ik heb in ieder geval de lichtste kleur. En daar vind ik altijd een beetje. Dan denk ik, ja, weet je, de hele lichte huidjes kunnen hier niet bij terecht. De hele donkere huidjes, er is geen verschil in ondertoon. Dus ik hoop dat dit een beetje een neutrale kleur is. Het is een glas, flesje van glas. Not vrouwtje proef. Maar ja, weet je, heel veel foundations zijn natuurlijk van glas gemaakt. Niet alleen deze. Dus ja, dat weet je gewoon. Even kijken of hij belooft. Oh god, er staat natuurlijk alleen maar in het Duits op. Oh, ook in het Frans. Dat begrijp ik zelfs nog beter dan in het Duits. Het is hooggekwalificeerde pigmenten bevat het. Dus het moet goed dekken, denk ik dan. En het... hoe heet het? Vult imperfecties. Camoufleert imperfecties. Dus ik ga ervan uit dat het een redelijk dekkend product is. Het is niet vet en het hydrateert 12 uur. En de formule is verrijkt met hyaluronzuur. En als we dan naar de ingrediënten kijken, zien we best veel siliconen al erin zitten. En hyaluronzuur staat ergens halverwege de ingrediëntenlijst. Dus er zit niet al te veel van in. En daaronder staat, daarachter staat vitamine E en diamond powder. Dus er zit ook diamantpoeder in. Zou dat de prijs van 20 euro kunnen verklaren? Geen idee, ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval heel veel zin om het, om het te gaan proberen met je. En dit is in ieder geval wat hij belooft. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Het is nu 4:15 en ik ga om 10:00 nog even een update opnemen van hoe mijn make-up dan zit. Ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En ik ben er natuurlijk ook niet aan het werk, dus hè, of het helemaal. Maar het is een soort van halve review first impressions. Ik heb hem gisteren gebruikt, toen vond ik hem fijn aanbrengen. Er zit een pompje in, wat ik al zei. En gewoon een neutrale kleur. Ik ga hem aanbrengen met een beauty blender van Real Techniques. Mijn spiegeltje staat beneden. Ik heb trouwens deze primer aangebracht van NYX. Dit is een hele fijne primer, vind ik. Hij is bijna op. Ik vind hem een beetje een dupe van die van Hourglass. En dat is natuurlijk mijn favoriete primer. Als je me volgt, dan weet je dat. We gaan hem aanbrengen. Oh, ik heb wel het idee, dat had ik gisteren ook al, dat hij wel heel dekkend is. Jeetje. Alleen gisteren heb ik hem wat vlug aangebracht en niet echt kunnen testen. Maar dat ga ik vandaag dus wel doen. Hij is wel echt dekkend. Ook veel dekkender dan ik had verwacht. Want Nivea heeft natuurlijk vaak van die verzorgende getinte dagcremes. En die zijn nul dekkend. Ook wel aan de lichte kant, denk ik. En ook wel een beetje aan de gelige kant. Ik heb natuurlijk een rozige, koele ondertoon. Maar op zich ligt die wel mooi op mijn huid. Ik weet niet of je het ziet of dat de camera het oppikt. Maar op zich ligt die wel mooi op de huid tot op nu toe. Tot op nu toe. Tot op heden of tot nu toe. Maar niet tot op nu toe. Misschien is dat al een beetje veel. Ik kan dan niet zeggen dat ik hem nou... Oeh, ik smeer het ook in mijn haar. Dat ik hem nou zo makkelijk vind
blenden. Ik heb het idee dat ik er best wel wat kracht voor moet gebruiken. Het gaat niet onaardig hoor, maar misschien verwacht ik van zo'n product ook wel te veel dat het makkelijk inblendt. Omdat het toch in mijn hoofd een soort van verzorgende foundation is, een serum foundation meer. Ja, de kleur klopt niet helemaal. Hij is eigenlijk net iets te licht voor me. Maar ik denk dat die kleur... Oh, ik zie, lijkt net een spookje. Dat die kleur middle te donker was. Misschien had ik ze moeten mixen. Maar ja, dan had ik twee foundations moeten kopen. En dat zag ik nou ook weer niet zo zitten. En daarbij wist ik ook helemaal niet dat deze kleur te licht zou zijn. Maar het is wel een goede lichte kleur in de zin van, ik denk dat dit gewoon de gemiddelde blanke meid matcht. En voor de donkere huidjes kan ik er niks van zeggen, dat weet ik gewoon niet. Maar hij is wel echt mooi dekkend. Ik heb het idee dat mijn imperfecties echt wel als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. De kleur is te licht, wat ik dus al zei. Maar dan gaan we dadelijk fixen met bronzer en zo. Hij zit ook echt heel mooi op de huid. Ja... Ik zou willen dat ik hem toch nog een donkerder kleurtje bij had. Maar misschien kan ik dan mixen met een andere foundation. Maar hij is wel alle jezus dekkend zeg. Zo, dat valt echt niet tegen. Ik vind het ook echt een heel mooi resultaat op mijn huid geven. Ik maak het echt, ja. En ik voel het ook niet. Het zit niet vervelend op de huid of zo. Ik ben echt wel eventjes verrast. Gisteren had ik al zei, ik het even snel aangebracht met mijn handen. Maar vandaag is de serieuze poging. Ik ben helemaal niet ontevreden, jongens. Zo, ik heb de rest van mijn make-up op. Ik ben helemaal niet ontevreden. Ik ben zelfs, de first impressions is gewoon, ja, de tweede impressions eigenlijk, is gewoon heel erg goed. Mijn make-up ziet er heel mooi uit. Ligt niet op de huid. Het voelt comfortabel. Het ziet er flawless uit. Dan moet ik ook zeggen dat de producten die ik hier erbij gebruik ook nog nooit problemen mee heb gehad. Maar als een foundation slecht is, kun je er de beste poeder ter wereld overheen aanbrengen. Dan gaat dat het niet redden. Dus ja, eigenlijk ben ik tot nu toe heel erg tevreden. Ik wil heel graag vanavond bij jullie terugkomen en dan kijken hoe de boel ervoor staat. En kijken of het nog steeds mooi is en zo. Want er zitten natuurlijk best wel wat siliconen in. En dan moet je, ja, hè, dat kan sneller van je huid afglijden. Dus ik ga over een aantal uur bij jullie terugkomen en dan laten zien hoe het er dan uitziet. Heel graag tot dan. Zo, de zon schijnt heel fel. Dus ik zit even zo. Dat ik toch niet te veel. Want over die kant zit ik toch te veel in de zon. Het is een dag later. Want ik had gisteren zo geen zin om mijn make-up tot 10 uur te laten zitten. Ik wilde gewoon lekker in bad en eraf. En een maskertje opdoen en zo. Maar het is nou een dag later. Het is nou 3 uur. En de make-up zit er ja, zo'n 6 à 7 uur op. Ik ben vanmorgen redelijk vroeg opgestaan. De foundation zit er zo'n 6 à 7 uur op. Ik vind hem eigenlijk heel erg goed en mooi zitten nog. Dan moet ik ook wel erbij noteren dat ik niet gewerkt heb. Als ik werk, dan zweet ik veel en zo. Dan moet ik zeggen dat ik ook best wel veel gezweet heb. Want ik ben even naar de Kruidvat geweest en even naar Daphne toe geweest. En daar had ik een mondkapje op. En toen ik mijn mondkapje afdeed, was ik echt helemaal aan het zweten. Ja, gewoon op de plaats van het mondkapje. Het klinkt heel vies. Maar eigenlijk is dat behalve op mijn neus. Daar zie ik het wel dat het wat van afgesleten is. Maar eigenlijk heeft zich dat heel mooi hersteld. Er is wel op mijn kin iets zichtbaar. En het heeft zich, zag ik straks, een heel klein beetje... Oh, mijn wenkbrauwen zijn zo erg. Ik moet ze gewoon weer laten groeien en weer naar de schoonheidsspecialist. Het heeft zich een heel klein beetje op mijn voorhoofd opgehoopt. Maar verder, en wat me ook opvalt, is dat ik helemaal niks aan het glimmen ben. Normaal dan ben ik rond deze tijd best wel ja, met een willekeurige foundation of een minder goede foundation, ben ik snel aan het glimmen. En dat is nou eigenlijk ook helemaal niet aan de orde. Dus eigenlijk ben ik heel erg tevreden over deze foundation. Hij voelt ook fijn. Je voelt hem niet zitten op de huid. En dat vind ik sowieso al heel erg prettig. Ik ga hem nog wat langer uittesten. En dan zul je er misschien wel wat van horen. Nogmaals, ik vind 19,95 niet goedkoop voor een foundation. Want er zijn gewoon hele goede foundations op de markt die minder duur zijn dan dat. Maar als het dan ook meteen je huid verzorgt en dat belooft dit, daar kan ik nog niks over zeggen of dat het echt doet, dan ben ik in ieder geval heel erg blij. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram, xvrouwkjelosmakeupx. En heel graag tot de volgende video. Doei!